Nou, Willem Bond was gisteren even naar de dokter geweest. Maar hij is weer back in town. Back in business. Back in business. Beter verklaard. Verre Jonk die het zijn onderbroeken weer, dus dat is ook in orde. Ik ga vandaag mijn nieuwe single opnemen. Het is, ik heb het zeg maar 2 dagen geleden afgerond. Het gaat over Bella Margarita. Het gaat over een meisje in Italië. Die ik afgelopen zomer heb leren kennen. En daar gaat het verhaal over. En ik wil tegen iedereen thuis zeggen, steun TV Oranje. Want ze hebben de steun hard nodig. Het is de bakermat van nieuw talent. En het is belangrijk dat deze prachtige zender... Hoor je ook veel, meneer? Het is belangrijk dat deze prachtige zender gewoon gesteund wordt door jullie thuis. Nou, dat was dus Bella Margarita. Heel mooi. Het is dus een Kalak-tafel. Dus een analoge tafel. En er zijn er nog 2 van in de wereld. En daar nemen wij over op. Geil, echt. Geil, kerel. En... En? Willem met geen spoor, want hij spoort niet. Want die Britse tafel is alles andersom. Ja. Doei. Ja. Nou, dat is niet helemaal. Dus. Blauw. En daar staat de Steinway. Dat is even trouwens, dat is eigenaar van deze studio. En die is vandaag gestemd, dus we kunnen vandaag de liedjes... Ik ga vaak naar de drumstel toe. Heb ik al gedaan, dat doe ik gisteren al. En daar zit Jan Pronk, dat is onze engineer. En dat is een bank, daar kun je zitten. Ik niet. Jawel. Ik niet. Was ik gisteren al? Nee, voor mij niet. Even kijken, we gaan nog naar de keukentje toe. Ja, ik heb het wel gedaan, maar dat doe ik gewoon nog een keertje. Dat is Maarten, die gaat koffie voor ons zetten.